Het is de finale week van de Groene Parel Haren. De Groene Parel Haren is een initiatief van de gemeente waar inwoners van de voormalige gemeente Haren hun plannen kunnen indienen voor hun leefomgeving. En de inwoners van Haren kunnen daar vervolgens weer op stemmen. De populairste ideeën gaan nu door naar de finale week en daar worden de beste ideeën van uitgevoerd. Vandaag spreek ik af met Hein Bloemink. Hein is de uitgever van Haren de Krant en heeft twee plannen ingediend voor de Groene Parel. Een talkshow De Tafel van Haren en een muziekkoepel op het Raadhuisplein. Vanwege dat laatste zouden we eigenlijk op het plein gaan zitten, maar dat ging door het weer even niet door. Dus dan maar naar de oude raadzaal. Er staan hier ook allemaal muziekinstrumenten achter ons en dat is niet zonder reden, want je hebt ook een idee ingediend om een muziekkoepel te maken op het plein. Ja, Casper, we zitten hier nu in het voormalige raadzaal van de gemeente Haren. Destijds was dat eigenlijk ook een soort theaterzaal. Was eigenlijk ook een podium, de podium van de politiek. Maar ik heb voor ogen dat wij op het Raadhuisplein een podium moeten hebben. Een overdekt podium, dat wordt ook wel eens aangeduid met het woord muziekkoepel. Ik zie voor mij een podium op het Raadhuisplein met alle techniek ingebouwd. Dus plug and play, zeg maar. Stekkers, lichtknopjes, verlichting zit er al in. En het enige wat bij wijze van spreken iemand in het gemeentehuis moet doen is de knop op aanzetten. En dan kan in principe iedereen het podium pakken dat hem toekomt. Steek de stekker erin van je microfoon, van je gitaar. Pak je trompet, poets hem nog één keer op of zet je keyboard aan. En ga optreden op dat podium, dat overdekte podium op het Raadhuisplein. En dan hoop je dat er heel veel gezelligheid bij komt op het plein. Het leuke is dat als je optreedt, als je een optreden hebt op een plein, dan ontstaat die gezelligheid vanzelf. Eigenlijk is zo'n podium is eigenlijk het hart van het plein, samen met bijvoorbeeld de horeca die er zit. Maar de woningen die hier gaan komen, die vormen niet het hart. Het zijn de winkels, de horeca en de muziekkoepel die ervoor zorgen dat het plein de plek wordt waar de bevolking samenkomt. En dat kan zijn vanaf het terras kijkend naar het podium of op het grasveldje, hè, op dat verhoogde grasveldje. Daar kunnen de mensen lekker gaan zitten onder een parasolletje of onder een paraplu om te kijken wat er op het podium wordt gebracht. De muziekkoepel is niet door naar de eindronde, maar het idee is doorgegeven aan de gemeente. Die is namelijk bezig met een plan om het Raadhuisplein opnieuw in te richten. Maar Hein heeft nog een idee dat wel in de eindronde zit, de Tafel van Haren. Ik heb dat plan vooral ingediend omdat ik denk dat Haren en Harenaars veel te vertellen hebben. En er zijn altijd mensen die een initiatief nemen of die een plan bedacht hebben waarvoor ze draagvlak willen vinden. Of er zijn mensen die heel privé en in het klein mooie initiatieven nemen omdat ze boeken schrijven of concerten geven of muziek maken. Nou, ik wil graag dat er een podium is, een audiopodium als het ware is, voor al die mensen om aan elkaar te kunnen vertellen waarmee ze bezig zijn. Je bent door naar de finale ronde. Ja, vind je dat fijn om te horen? Ja, ik had het niet verwacht dat er inderdaad mensen zouden zijn die het een aardig idee vonden, omdat het eigenlijk ook zo simpel is. En niet wereldbestormend. Maar ik vind het wel heel leuk dat mensen laten weten dat ze het zouden waarderen wanneer zo'n podium er is. Dus ik ga ervoor. De Tafel van Haren heeft nog wel een tafel nodig en apparatuur om de uitzendingen op te nemen. En dat opnemen wil Hein graag doen bij de verschillende horecazaken in Haren. En het plan is om het online te streamen. En het oorspronkelijke plan was op het Raadhuisplein, toch? Nee, niet. Maar je brengt me op ideeën, Casper. Waarom zouden we de Tafel van Haren niet af en toe, als het mooi weer is, gewoon buiten zetten op de ster van het Raadhuisplein? Dat lijkt me een hartstikke mooie plek, toch? Ik ben er helemaal voor.